Het dorp Coermotibo en omgeving in Marwijnen is vanaf maandag voorzien van 1x24 uur elektriciteit. Vice-president Ronnie Brunswijk verrichtte de officiële handelingen. De vice-president zegt dat deze regering zich sterk zal maken om achtergestelde gebieden op één niveau te brengen met de rest van de Surinaamse samenleving. De regering Santokki Brunswijk werkt hard voor de totale Surinaamse gemeenschap en voor de achtergestelde gebieden. Daarom is Taki, de Maibali Taki, oh, Amawina de Lopo, Natobi, P. Vice-president Komoto. Wat af Amawina no? We dan was Taki, we zijn nu aan rokering, P. Taki, de talen zijn bij ons samen. Maar Alésia, je moet ook naar Patou Ski. Je moet ook Alésia, je moet ook naar Patou. En non, non, de. We vinden in Patou. Maar papa Santokki. Saai, tja, je moet ook naar Patou. Je moet ook naar Patou. Omdat alles aan mijn actie is. Mia Sabië. Maar nooit meer dat ik neem, meneer Brunswijk. Maar die zijn met je eigen toe. Nassan wat ik noem. Als ik de fan nood doe, hij is aan de konde. Maar ik actie was aan voor mezelf. Maar mijn actie was aan die afvallig met ik aan bakken. Minister Saskia Walden van Economische Zaken zegt dat met de komst van stroom in dit gebied de lokale bewoners hun onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Met de stroom kunnen bepaalde eindproducten ook langer worden bewaard in vriezers. Dat is dat hij praat, ik zou ook toe. Ook toe dat hij kan verpakken. In een forcheer voor potten en zakken. Alle desan dat hij kan vinden. Die machine. En sla het op. If you want. Ik kan exporteren ook toe. Om delegatie naar Frankrijk. Maar ook toe nood in zijn verpakking. Voor sla het op. Ja, dat stroom naar ons. Dey kan exporteren go moro fara wis na para Maribo fu guatra kondre na Europa dat you mantu. De autoriteiten hopen dat met de beschikbaarheid van stroom ook jongeren van Coermotibo zich verder gaan ontwikkelen om zeker te zijn van een goede toekomst.